En hoe kent u Kobi en Gerard? Van dansen. Voornamelijk van Hermes. Daar zijn we ze voor het eerst tegengekomen. Dat is al jaren geleden. Van de rock and roll. Van de rock and roll. Yes. Ja. Ook in Spanje? Nee, niet in Spanje. Ik niet. Ja, in Nederland, ja. En hoe heet u? Ik, Margit Behagel. Ik ben een oude buurvrouw van Kobi. Ik kan er al 65 jaar. En ik kom graag bij Kobi en Gerard nog steeds op visite. Vanaf de geboorte? Ja, bijna wel. Dat is mijn vriendin van de Schepenstraat in Den Haag. Ja, ja, ja. Natuurlijk al 65 jaar, natuurlijk bij 65. Maar zijn mijn zussen gereden in de kinderwagen. Ja. En dat is zo leuk. Ja. En leren lopen. Ja. En leren lopen dus. En dat is zo leuk. Ja, jij gaat staan te lachen, maar dat maakt niet uit. Als jullie staan op alle foto's en alle filmpjes van Kobi en alle feestjes. Dus vertel. Waar komen we Geer van kennen? Ja, waarvan niet? Van de muziek, van het kaarten, van Magic Strangers. Van vakantie. Van vakantie. Ja. Want jullie hebben elkaar leren kennen op een vakantie, toch? Dat heb ik onthouden volgens mij. Nee, dat is niet waar. Via mij. Ik kon zo eerder, die twee. En hoezo, waar heb je ze dan leren kennen? Nou, gewoon hier. Ik ben toen een keer uitgenodigd. Toen hadden we hier ook een gezellig tuinfeestje. En toen is dat zo gegroeid. En dan zijn ze wel eens bij ons geweest. En nou komen we bij elkaar op verjaardag. Want ik heb u op het vorige feestje ook gezien, dus... Bij Ko op de verjaardag, ja. Ik ken Ko ook van dansen. Een oude balletdanser is het. Nou, doe dan maar even de spagaat. Nee, Ko! Ja, die is hartstikke lenig. Die legt nog steeds haar been in haar nek, toch? Ja. En wij kennen elkaar, wij kennen elkaar allemaal van de Magic Strangers ook natuurlijk. Ja. Weet je wel, van de Zonnebloemstraat. Dus die kenniskring wordt dan ook steeds groter. En dan komen we in september aan met z'n allen op vakantie ook. En dan kom je elkaar ook weer allemaal tegen. Dat is hartstikke leuk. Wat heb je een fantastische haring voor ons gevangen? Ja, mijn aquarium is leeg. Jij lekker. Maar vond je het niet moeilijk dan om ze te slachten? Want je hebt toch een band met ze? Nee, weet ik niet. Ze praten niet. Dus, nee, heb ik nooit gemoeite mee. Echt niet. Nee. De echte liefde gaat door de maag. Ja, ik... 400? Jeetje, wat een held ben je. 5 en even de week 7. Ja. En dan word je gek. Waar zijn ze allemaal gebleven in magen? Allemaal mensen, ja. En u bent van de Magic Strangers? Van de Magic Strangers, ja. En wat speelt u daar? Nou, ik probeer basgitaar te spelen. Probeer, dat is wel heel bescheiden. Hoe bescheidener, hoe beter ze zijn, toch? Dat wordt gezegd, ja. Heeft u de basgitaar bij u? Nee. Ja, maar ik woon in Schiedam. Eigenlijk ben ik Hagenees. En hoe bent u zo ver afgedwaald? Waar ik mijn jas hang is mijn huis en dit is mijn nieuwe liefde. Ja, al 30 jaar, 33 jaar. Dat is dan geen nieuwe liefde, dat is een steady liefde. Oh, is dat steady? Oh. Ja, de langste. Ja. Ja. En doet uw liefde ook iets met muziek? Nee, die gaat altijd mee. Hier kom ik voor de haring. Ik zit hier voor de herring kiezen en ik dacht eigenlijk dat Gerard ze gevangen had, hier uit de sloot. Ik heb foto's gezien, zulke vissen, maar geen haring, hè? Ik ben uitgenodigd om heerlijk haringen te eten. En hoe kent u Gerard en Kobi dan?
van de muziek natuurlijk. Ja, dat zijn beide wereldberoemde muzikanten. Daar ben ik altijd bij. Nou, ik denk al 16 jaar, als het niet langer is. En hoe heeft u ze leren kennen? Via mijn buurman aan de overkant. Toen zijn we in de Zonnebloemstraat terechtgekomen bij de Meesterstreetjes. En toen zijn we met elkaar op visite gegaan. Dus, Nou, ik ken ze al een jaartje of 5. Klopt dat? Ja, zoiets. Ja, zoiets. Ja. Eigenlijk heb ze leren kennen via mijn nieuwe vriendin en zo. En het klikt opeens. Ja. Die ken ik van de Magic Strangers. Heb je even voor mij? Maar wat tijd voor mij? Wat tijd voor mij? Zet me vast